Hier het vakantiestulpje van Wijlen Boudewijn, koning der Belgen, in Motril. Hij is hier ook in 1993 overleden. We zijn toegekomen in Vallée de Benodalla. Ik kan het amper uitspreken. En hier worden we natuurlijk ook weer serieus verwend. Met ons drankje krijgen we er hier ook nog iets bij. Heel lekker trouwens. Op weg naar Castillo. Het kasteel dus. Amai. Ons Monique blijft gaan, hè. Een bezienswaardigheid in Vallée de Benodalla is Castillo de los Ulloas. Het kasteel is begin 16e eeuw gebouwd om Moorse opstanden na de val van Granada in 1492 te onderdrukken. Het ligt boven op een rots en kijkt uit over het dorp en de omliggende omgeving. Door invasies en opstanden werd het bouwwerk in de loop der tijd grotendeels vernield, maar in 1991 is het opgeknapt. In Orgiva, op een kamperplaats. En ik heb het in mijn rug. Het wordt erger en erger. En ons Monique, die voelde het niet zo goed. Dus we blijven hier even op die kamperplaats staan. Het is allemaal gestructureerd en lineair, zoals op de binnenplaatsen van het Alhambra. Daarom lijkt hij er zo op en op wat hier werkelijk is gebouwd. Er wordt nog steeds gebouwd. Alles is heel lineair, net als het huis. Alles is vierkant en dus voel je op die manier een rust en ontspanning die je niet kunt bereiken als alles met elkaar gemengd is. Voilà, tu dis quelque chose. Hello. Het huis van Boudewijn. Ondertussen zijn ze terug aan het renoveren. Voilà. We komen nog eens terug als het klaar is. En le jardin. Pour les fraîcheurs. C'est thaïlandais, c'est. C'est pour eux du mariage. Du mariage, des soirs. We zitten in Torrox en we zitten op de CP Paradise Beach. En we gaan hier een paar dagen blijven. We zijn in Torrox op de dijk aan het wandelen met de fiets. We zitten hier dicht bij het balkon van Nerja. We zijn even de linkerkant van Nerja aan het bekijken. Ik heb het niet meer.
was vandaag 32 graden. Ah ja, dat is goed. Ja, het was vandaag veel te warm. Dat is goed. Dus ik ga ze beter nog een douche nemen, Aya. Jongen, nu zijn we filmen, want na gaat de dat is een vierkant. Ja, dat is ah ja, dat is zo. Appels. Ah, dat heb ik nog niet gezien. Zo werd het, hè? Dat we in de gaten houden. We zijn hier toegekomen op de kamperplaats Benualup Casas Vias. We hebben hier vers water, je kan de wc-cassette lozen en het grijs water. Amai, het is weer zover. Er is hier vandaag wel wat wind opgekomen. We hebben ons met ons achterste tegen het water gezet, zodanig dat we niet gezandstraald worden. Hiernaast zijn ze al aan hun infrastructuur aan het werken. We zijn er allemaal van het bouwjaar 1958, net als ik. We zijn toegekomen in Puerto Real. Winderig, bewolkt, lekker frisser, kunnen zien dan ons Monique. En verwachten we nog regen? Dat weten we niet. We rijden vandaag naar Cadiz via de brug Puente de la Pepa genoemd. Ze overspant de baai van Cadiz en verbindt de stad met Puerto Real.
Ze heeft een lengte van 5 kilometer en is in 2015 geopend. We zijn in Cadiz aangekomen. We hebben de fietsen afgeladen, geïnstalleerd. En we gaan hier de stad bezoeken. Russische salade is overal een beetje anders. Op zoek naar de kathedraal. Ja, Cadiz is wel de moeite. En we fietsen stilaan terug naar de camper en we verlaten het mooie Cadiz.